Goedemiddag. Ik gooi hem even op de ogen toe. Daar ben ik weer. Zelda Play 20 met een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Dat is mond vol, dat weet ik. In de vorige aflevering zijn we nog een beetje achtergekomen waar onze Loftwing dus eigenlijk leiden is. We hebben een zwaardje, dat jullie alles kunnen zien wat ik doe. Ja, je ziet dat het zeg maar hier is afgesloten. De enige manier om hier doorheen te gaan is helemaal terug te gaan lopen, een schakelaartje in te drukken en dan gaat die hek naar beneden. Haha, niet waar. We hakken gewoon onze weg er doorheen. Hè. Mag ik even hier doorheen lopen? Dankjewel. Dus, dan gaan we een beetje zeg maar het gevechtssysteem zien, want hier komen we de eerste vijanden tegen. Nogmaals, die controle die blijft niet het hele spel, maar hier word ik echt vleermuizen, oftewel kies in dit spel genoemd. Irritante beesten dat zijn. Die zijn echt zeer irritant, zwaar irritant, zeer irritant, laten we maar noemen. Dus ja, we gaan dus zo deze tunnel heen om eventjes onze Loftwing te vinden. En ondertussen kan ik dan ook nog wel eens even over wat leuke dingen gaan praten, want ik heb natuurlijk ook weer een beetje zeg maar de nieuwe spelletjesreeks gevonden en noem maar op. En ik ben nou dan bezig op de 3DS met Mario & Luigi Dream Team Bros. Dat is zeg maar de opvolger van de spelreeks van Mario & Luigi RPG op de DS. Geld! Green Ruby! 1 Ruby! Wat leuk! Nou, en de reeks zeg maar, die ik gespeeld heb, ik heb alleen Partners in Time en Bowser's Inside Story, rare naam, best wel grappig, gespeeld. Even wachten hoor, volgens mij kon je hier al door om naar een secret te kunnen. Hier zit een kistje. Kijk, hier zo. Nou, hier komen we hartjes tegen. Mocht je schade oplopen, dan kun je een hartje oppakken, zeg maar, voor je leven te herstellen. Want ja, die hartjes daarbovenin, dat heb ik nog niet verteld, is je levensmeter. Goh, meen je dat nou? Ja. Nou, dan hebben we hier een kistje. En hoe maken wij kistjes open? We maken ze met hand open. Niet schuppen, want dat is zo'n ander spel. Nou, we hebben een Red Ruby, die is 20 hebben we al gehad. Dus, nee, maar ik ben nou dus met Mario & Luigi 3D Bros bezig. En in de eerste instantie vond ik het eigenlijk best wel schrikbarend tot de tekst Nederlands was. Dus dan kun je natuurlijk ook wel Engels zetten als je je DS op Engelstalig zet. Maar op zich zijn die teksten in het Nederlands, die zijn redelijk leuk. Het gaat over schavuiten en vleermuizen en loslaten, dankjewel. Ook even één ding. Hallo beestje, ik heb geen schepnet, kan je niet vallen? Of ja, zo'n vangnet, dings, geval. Dus. Nee, het enige nadeel wat je dus zeg maar eigenlijk hebt, dat is dit zwaard is niet zo sterk. Dus vandaar dat je dus meer moet rammen. Dat is wel een nadeel. En als jij dus zeg maar je spinaanval een beetje te vaak gebruikt, dan kost dat best wel veel energie. En dan krijg je dus zeg maar weer het probleem dat je dadelijk weer uit zit. Van, oh, wat ben ik moe. Dus je wil je spinaanval niet te veel gebruiken. Heel erg belangrijk om dat even in gedachten te houden. Dus, nee, maar Dream Team Bros, zover dat ik tot nu toe heb gespeeld, is redelijk een aanrader mocht je in bezit zijn van een 3DS. 3D-effecten zitten er soms wel in, soms niet. Dus het is zeg maar afhankelijk in welk deel dat je van het spel zit. En soms zit er wel eigenlijk een grappig momentje in voor... Hey, Red Ruby. Meenemen. Nog een Red Ruby? Ik word rijk! Nou, hou er wel rekening mee. In het begin van het spel kun je maar 300 rubies bijhouden, dus... Zorg er wel voor zeg maar, dat je niet kistjes open gaat maken op het moment dat je bijna tegen de 300 aan zit in het begin. Dat is even heel erg belangrijk. Nou, we zijn de grot door. We zijn weer buiten. Dus hier heb je hartjes, mocht je schade hebben. Hier kun je hem zeven, mocht je hem willen opslaan. Heel erg simpel. Nou, wat we willen doen is Jannie naast me hebben, want ze mag weer even inspreken. Ik bedoel, Zelda Play 20 Girl. Ja, dat mag je ook zo. Dit is de laatste keer dat we waarschijnlijk zelf eventjes zien. Lopig, even, denk ik. Hoop het. Dus, komt u maar. Vrobbelen, vrobbelen, vrobbelen. Spreek in de microfoon en mijn naam. Stefan! Ja? Oh. Hey Stefan, I was hoping I'd find you here. I heard you'd gone searching for your bird around the waterfall, so I thought I'd fly around and help you look. How's your search going? Any sign of your loved wing? Staat om de hoek. Oh no. Well, let's not lose hope yet. There's a place up ahead that Bruce and his gang are always hanging around. Maybe we'll find something there. Huh? Who? Who's that? Who's calling for me? Oh, sorry Stefan, I got distracted for a moment. Let's go. Oké, we gaan. Ja, hou hem nog maar even vast, want hij praat eigenlijk toch sowieso alweer even verder. Dus mijn stem klinkt nou ietsje zachter. Ja, hier hebben we hem alweer.
Look, there he is! No doubt about it, that's your Loftwing, Stefan! Nou, wat je hier dus eigenlijk wil doen is, je ziet zeg maar die touwtjes zie je hangen. En wat je dan moet doen is, net zoals bij de training, schuin bij schuin, dat die los is. Zijwaarts bij zijwaarts, al horizontale slagen. Hierop, precies hetzelfde. En ram hem maar open. Hij is vrij. Hij is vrij, wij zijn blij. Hij is vrij. Oh, wat lief. En mooie muziek. We should hurry, Stefan. Now that your Loftwing is free, you should fly to the ceremony. But before you go, I have to ask you something. I heard his voice a few moments ago. Did you hear it too? Hey. It's been happening a lot lately. It's the strangest feeling. Almost like someone is calling out to me. Final Fantasy, Zelda. Have you ever wondered what's beneath the clouds? Here? Some say that it's an empty, barren place, or even that there's nothing at all down below. But I just have this feeling that they're wrong. Some of Father's old texts talk about a place called the surface. The old tales describe a whole world under there, far more vast than Skyloft. The thing is, no one's ever been down there to see it, and our Loftwings won't fly through the cloud barrier. But I can't help imagining the wild things that might be waiting below. Someday I want to see for myself. Oh, sorry, Stefan, we don't have time to talk. Let's go. Get going. Look, your bird's waiting for you. Just leap off the edge. Nee, uitleg dat doen we niet aan. Uitleg dat doen we niet aan, want dat leggen we gewoon zelf. Ja, jij mag gaan koken. Ja, jij mag gaan koken. Weet ik, mama. Nee, dat weet ik ook. Even kijken hoor. Hij loopt nog. Ja, het is even wennen met nieuwe stuff hier. Dus, maar maakt niet uit. Nou, in ieder geval, we springen dus naar beneden. En zoals het dus net al geprobeerd uit te leggen, gelegd wordt. Moet een pijltje beneden drukken om ervoor te zorgen, zeg maar, dat je je vogeltje roept. Wil je nou zien? Een mooi wit scherm. Nog steeds een mooi wit scherm. Kijk, hoppakee. Kijk, en nu komt het vogeltje eraan. Die vliegt recht onder ons. En wij klappen dus op onze vogel. En zo vliegen wij op onze vogel. Op onze Loftwing. Ja, ik zeg gewoon vogel. Wat maakt het uit? Nou, dus besturing is heel erg makkelijk. Het enige wat je moet doen is zeg maar een beetje zeg maar bewegen met je Wiimote. Dus als ik omhoog richt met mijn Wiimote vliegen we omhoog. Ga ik naar beneden, dan gaan we naar beneden toe. Kantel ik hem naar links, gaan we naar links. Kantel ik hem naar rechts, dan gaan we naar rechts. Heel erg simpel. Zorg ervoor dat hij niet fout is. Nou legt Zelda dus precies hetzelfde. Nou, in ieder geval links hebben we een metertje. Dat metertje dat laat ons zien hoe hoog dat wij zitten van tussen de wolken en de zon. Zon is het hoogste punt, de wolken zijn het laagste punt. Ga ik een beetje schudden met mijn Wiimote, dan vliegen we omhoog. En als we dus op 2 drukken, kunnen we nog een keer naar de controle gaan. Als je op A drukt, dan ga je sneller. Heb je een speed boost even. Kun je 3 keer doen totdat het hervuld is. En druk je op B, dan ga je in 1 keer een stuk langzamer en verlies je dus je snelheid. Dat is eigenlijk basic de controls voor vliegen op je vogeltje. Nou, hebben we genoeg gedaan. Zo, alles is goed. Maak je maar geen zorgen, Zelda. Ja, jullie zijn worried. Brengen de goede nieuws. Heel geweldig. Nee, dat hoeft er niet uitgelegd te worden. Het is allemaal tutorial van hoe bestuur ik mijn vogel. Vogel! Nee, wij willen nog niet zeven. Dat doen we zelf handmatig. En nou hoop ik dat... Weet je, ik ga wel even bij jou nou zitten. Dus, ja, ik ken er niks aan doen dat ze al zoveel praten in het begin. Your Loftwing really
He's amazing, especially considering everything the poor guy has been through this morning. I'm going to fly back and tell Father what happened. Zo, ik me net zo tegen me dan een kop aan. Lekker. In ieder geval. Well, well, if it isn't Stefan. Word around the plaza is you found a dumb bird of yours. Well, that's just great, because you and your dumb bird can tell time. All the pre-race warms up me and the guys did were for nothing. Now I'm all stiff. Been waiting forever for the race to start, and they delay it for you. I don't get it. The big flake gets special treatment. You're almost a man, and yet you still can't seem to go anywhere without Zelda. I bet you can't even decide what to have for lunch on your own, huh? And don't think we've noticed the smug looks. Oh, Zelda and I are best friends. We go everywhere together. Ugh. You think you're pretty suave, don't you? Well, don't you? Punk! Goose has been going on forever how he is going to be the one with Zelda. He really got his pompadour in a ruffle about her. Pompadour? Yeah, whatever. It's all well. I hate to break it to you, but today's the day I bust up this adorable little fantasy land you're living in. Zelda's playing the role of the goddess at today's ceremony, and I'm going to be the one that claims the silk oath. When I heard she made it herself, man, no way I was going to let some scroony clown snatch that prize for me. Oh yes, that silk load, Zelda silk load will be mine. Oh man, I bet she was thinking about me when she was stitching it. Yep, I can see it now. First, I win the big race, and then Zelda and I finish the ceremony together on the statue. Just the two of us. It will be a special moment alone. Nobody is stopping me and Zelda from having our moment. Oh, it's so real. I can see it. Yeah. Cruise goes behind you, right behind you. What? Can you see I'm in the middle of go. Mm-hmm. Care to explain just what you meant by our special moment alone? Nothing big really. Just... Stefan, yes. I was just telling my buddy here how glad I was he found that red bird of his. Boy, am I looking forward to a fair race. Anyhow, later Zelda. Look for me during grace. I'll be the one pulling off all the dangerous moves. Hoe het wegloopt, heerlijk. Groot, we up me. Did you hear that guy? A fair race? Yeah, the chances of the happening are just about less than zero. Less than zero? Minder als nul? Either way, don't let those fools get you down, Stefan. I just get out there and fly the best you can. I know you've got these guys' beats, and deep down I think you do too. That's the spirit, Stefan. Trust me, you can win this. Hey! The wing ceremony will begin. Participating students, please assemble. Looks like it's race time. Good luck, Stefan. Ah, dat maakt niet uit, dat zet ik zelf wel goed. Hallo jongetjes, hallo meisjes, hoe gaat het ermee? Ik zit helemaal in de knoop met mijn draden hier. Lekker! Denk je zo opnemen. Ja, staat wel. Ja, hij zit goed. Ik vind het wel leuk hoe die vogels eigenlijk een rook uitruften daar. Gadverdamme. Hey! Your attention please. At least. At last. At least. At last. At last. We are ready to begin the wing ceremony. I was beginning to worry that we have to proceed without Stefan, but luckily, that's no longer a concern. I'm glad you could make it all. Before we start, I'll explain the rules for today's competition. I have attached a small statue to this bird, who I will then release to the skies. On my signal, press something and something because we don't care about the tutorial.
Remember to call your bird, blah blah blah. Whoever catches the bird and claims the statue with A will be this year's champion. Those are the rules, simply enough. I should think, but do you need to hear him again? No! Excellent! As you well know, today's champion will graduate to the next class, bringing him one step closer to knighthood. He will also receive a gift from the young woman chosen to play the role of the goddess in this year's ritual. Today is a special day for many reasons, but it's also the 25th anniversary, the 25th anniversary of our fine institution. Ha 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 ha. To celebrate this occasion, today's champion shall also receive his gift high atop the statue of the goddess. I hear the young woman performing the role of the goddess this year has been crafted the gift herself. And as you all well know, the role of the goddess this year will be performed by... the lovely Zelda. Yay! Let's see your finest flying out there. Show me how hard you've been practicing. Also, I want to see good, clean flying. Anyone caught interfering with other riders will answer to me. That goes double for you, Groose. Hey. All right, gentlemen, line up. At my command, the competition will begin. In 3, 2, 2, 2, 2, 2, 1. Go. Oké, nou, daar gaan we dan. Dus we moeten vogeltje vangen. Nou, we moeten dus zeg maar Groose en zijn buddies verslaan. Nou, zover ik weet is dit onmogelijk om te verliezen. Dus ook al ben je nog een beetje slecht in het vliegen met je vogel, dat maakt helemaal niks uit. Hun zullen de vogel nooit pakken, zover ik weet. Ik heb nog nooit eigenlijk gezien dat dat dus wel gebeurde. Maar ik heb het in ieder geval nog niet meegemaakt. Nou, in ieder geval staan we nu heel dicht bij het vogeltje. En dan gaan we hem catchen. En dan komt Groose. Hey, don't you know it's my day to get all the glory? En die houdt ons gewoon aan de kant. Hey, you heard him. Let's see how you fly with eggs in your face. Ja, nou gaan ze dus eieren gooien. Dus dan moet je die eieren ook nog eens een keer gaan ontwijken van hun. Zoals je daar ziet, dat was net een vliegend ei. Oftewel, wat ze dus eigenlijk proberen te doen is gewoon keihard hard vals spelen. Wat Zelda al voor had gewaarschuwd. Nou, in ieder geval, ja, en daar hebben we hem al. Aha! You got the bird statue, it proves your victory today. Wilt the Zelda sees this? En CP20girl die zit. Zelda player 20 girl die zit hier naast me al van. Oh nee, daar moet ik weer veel in spreken. Ja. Tot nu. De eerste aflevering heb je dat. Daar kun je niks aan doen, dus gaan we weer. Stefan! Ja! Don't worry, I'm fine. Great flying, Stefan. Congratulations. Now we better get on with the ceremony. Stefan, hand me that bird statue you grabbed in the race. I must offer it to the goddess. Great goddess, guiding light and protector of our people, grant us your blessing and mercy as I act in your stead during this ceremony. Valiant youth who grasp victory and the celebration of the bird folk, in accordance with the old ways, I now bestow the blessings of the goddess upon you. Zelda took her clothes off. The
blessings of the goddess drift down from the heavens aloft a sail, which I now pass on to you. You got the sailcloth! Hij hoeft niet zo te schreeuwen. Sheesh. Now you can jump from any height without fear of a painful landing. It smells nice too. Stefan, quit goofing around. This is supposed to be a sacred ritual, remember? You know, they say that the goddess gave the silkcloth to her chosen hero long ago. Of course, the one you are holding isn't the same one. I've been working hard to finish making the silkcloth in time to give it to today's champion. I'm really glad I got to give it to you, Stefan. Take care of it, okay? Thanks for making it up here to do this with me today like you promised, Stefan. Now, we really should finish up this ritual. You do know what happens at the end, right? I'm glad you're so well informed on the subject. You have to jump off the statue. Look down, see that big round dancing on design on the courtyard below? To finish the ceremony, you need to drop down right into the center of it. Leap off the edge here right before you hit the ground. Press B to open up your sailcloth. Just how brave are you? If you were really fearless, you'd wait until the last second to use your sailcloth. So, ready to jump? Dankjewel, Zelda. Who knew? Denk hoor er even wat spanning in. Nog niet klaar. That was perfect. You're amazing, Stefan. You know, Stefan, seeing as how you won today, and with the weather being so nice, you think maybe you'd like to, you know, you go fly around the clouds together? Stefan! Hey Stefan! Listen! Today was amazing, watching you win the race and performing the ritual together. I'll always remember this. It really was wonderful. Stefan, there's something I've been meaning to talk to you about. What is that? What's going on? Stefan! Shit.
Nou ja, dat heeft wel even wat geduurd. Dat heeft wel even geduurd. Oh jee, het is overal zwart. Oh, en het was net zo romantisch. Even aan. Oh nee, ik haat dit stuk. Nee. I am waiting for you. The time has come for you to awaken. You have hired all the mission of great importance. Stefan. Hey, Zelda. Ik val met je mee. Ah, you're awake. Oh. Oh. It's tight. When your loved one carried you back, you were limp and unconscious. I fear the worst. Fortunately, you don't appear to have any serious injuries. For that much, we can be grateful. Ja, maar waar is Zelda? Het is met Zelda gebeurd. Ik wil het weten. But Stefan, where is Zelda? She was with you, was she not? Ja, dat zeg ik net. What's happened to my daughter? Ze is gevallen. Nou, er kwam eerst een hele grote zandtornado aan en we wisten niet wat het was. En ze werd van een vogel afgeblazen en toen viel ze naar beneden en toen viel ik ook naar beneden. En toen zag ik dat ze opgefroten werd door een gigantische landweelvalvis en ik weet dus brood niet wat er gebeurde. A black tornado, you say? That's no ordinary storm. Nee, dat snap ik ook wel. Ik kan hier niet blijven zitten, ik moet iets doen. Actie. Schoen aan, laars aan. Oké. You must not push yourself. You're still recovering. Don't care. Tell me, when you saw Zelda today, did anything about her seem off? Nou, dat je het eigenlijk vertelt. Op het moment dat ik mijn loffing aan het zoeken was, toen was... Ja, ze kwam in één keer aan en ze hoorde in één keer stemmen van beneden alsof dat iets aan het roepen was. I see. She was talking about the surface then. Uh-huh. And you've been having dreams about a great mission. Uh-huh. How interesting. Uh-huh. I'm sorry. I was lost in thought there for a moment. It's all very strange, but I doubt there is much of a connection between these things. I'm concerned for Zelda, but so long as she's with her loved wing, I'm sure she'll be fine. Ik heb net gezegd dat ze... Nou ja. Laat me zitten. Je bent doof. Je hebt haar in je oor of zo. Either way, daybreak has yet to arrive. It would be very difficult to spot one girl and her bird in the dark of the night. It would also be very dangerous. Rest now, Stefan. Zelda's going to be fine. She's out there alive. I know it. Nou, als je het weet, dan hoeven we dus ons geen zorgen te maken. Dus dan hoef ik ook niks te doen. Rusten. Geef geld. Ik heb gewonnen. Zijn we dat vergeten al? Hallo? Hallo? Het wordt weer een lange aflevering, jongens. Ik kan er niks aan doen. Even een kleine knap. Even een knip. Oké, nou in ieder geval dit... ik moest even iets bespreken. Even overleggen over hoe dat we met deze aflevering verder gaan doen. Maar ik denk dat we hem hier eventjes gaan sluiten. Dus in de volgende aflevering van Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword gaan we eens kijken waar dat geluid vandaan komt. En dan gaan we de deur openen. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende aflevering van Let's Play Skyward Sword. Zie jullie morgen. Dag!